allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag wil ik dus eigenlijk deze met jullie testen. Moet ik hem zo houden? Zo. Hier zit een lippotlood en een Power Bullet lipstick van Huda in. Heb ik zelf nog niet geprobeerd, dus dit is mijn eerste. Even laten zien. Zo ziet hij eruit. Ik heb het gewoon online besteld. Ik vond het best wel moeilijk om een kleurtje te kiezen, maar deze zag er wel mooi uit. Dus let's hope for the best. Ik heb vandaag mijn bril op. En ik heb wel eens vaker mijn bril op. En ik dacht net, of zal ik toch maar mijn lenzen in doen, want ik ga filmen. En toen dacht ik, nee. Want ik wil gewoon echt dat mijn filmpjes zo, ja, zo echt mogelijk zijn. Gewoon zoals het voor mij ook gewoon echt, ja, in het echte leven gaat. Ik had net de lippenbalsam gezet. Ik ga het niet weghalen, maar ik ga gewoon even dit doen. Zo. Daarmee blijft het nog zitten, maar is het niet zo vettig. Nou, gaan we eerst het lippotloodje gebruiken. Dit is de HBIC potlood. Het staat vast ergens voor, maar dat weet ik niet voor wat. Er zo uit. Hij brengt heel makkelijk aan, dus dat vind ik heel fijn. Ik vind het op zich een mooie kleur. Ja, net ietsje te licht. Voor mij gewoon zo op zichzelf vind ik gewoon persoonlijk. Maar op zich, hij kan ermee door. Hij is wel best wel mooi, niet te licht. En hij werkt heel makkelijk, dat vond ik heel fijn. Nou, gaan we nu naar de Power Bullet Lipstick. Eindelijk probeer ik er een keer één. Mensen zijn er zo enthousiast over, dus ik ben echt heel benieuwd. Dit is in Board Meeting. Zo uit. Ja, nee, ik moet heel even wennen aan de kleur. Ik vind hem, hij zit een beetje op het randje dat ik hem net te licht vind voor mezelf. En dat hij helemaal wegvalt in mijn gezicht. Ik denk dat als ik een full face make-up had gedaan, gewoon met oogschaduw en foundation, dat hij op zich wel mooi zou zitten als je dan je lippen rustig wil houden. Maar goed, even over hoe hij aanbrengt op zich. Brengt hij wel goed aan. Sommige matte lippenstiften gaan best wel stroef. Deze ging op zich redelijk. Ik ben blij dat ik nog wel mijn lippenbalsem een beetje eronder had gehouden. Hij voelt nu op zich ook wel, ja, toch wel prima. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Nou, ik doe heel even mijn bril op, want ja. Eindelijk ook hoe ik vandaag ga lopen met bril op. Ja, ik moet zeggen, dat ik mijn bril op heb, vind ik mijn lippen dan wel weer mooi of zo. Ja, het kan wel, denk ik. Nou, dit is de look. Ik moet zeggen, ik vind de lippenstift wel echt mooi. Ik heb hem nu wat langer op, of misschien heb ik nu mijn bril op en kan ik het gewoon beter zien. Maar ik vind het een hele mooie nude. Het staat ook wel leuk op mijn bril, vind ik. Dus dat helpt misschien ook. Hij voelt best comfortabel op de lippen. Ik ben benieuwd hoe hij over de dag heen gaat voelen. Wel blij mee. Ik hoop dat hij lang blijft zitten. Maar dit is...
Dit is de look geworden. Ik kan nog heel even zonder bril laten zien. Zo. Nou, ik hoop dat jullie dit filmpje weer leuk vonden. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer weer. Doeg!